De gemeenteraad van Arnhem heeft besloten dat de tippel- en zorgzone in Arnhem voor onbepaalde tijd open blijft. Nieuwe straatprostituees worden niet meer toegestaan. Er werken nu 32 vrouwen die geholpen worden om uit de prostitutie te komen. Dit met als doel dat er geen tippelzone meer nodig is in de toekomst. Wethouder Henk Kok wil alleen in uitzonderlijke gevallen van verslaafde prostituees een pasje verschaffen.